Vrijdagmiddag werd de nieuwe naam van Droomvilla Lux gepresenteerd. De nieuwe naam wordt De Villa, inclusief eten, drinken, werken. Hier is voor gekozen omdat onze huidige naam niet voorzag in wat wij deden, vonden wij. Er was verwarring vanuit gasten of wij van Lux nog zouden zijn. En wij zijn met een heel ander concept hier gestart eind 2013. En ik vond het wel nodig om dat ook duidelijk naar buiten te brengen. En de toenmalige naam hielp ons daar niet bij. Dus we hadden eigenlijk een nieuwe naam nodig om beter ons verhaal te vertellen en ons te profileren naar de buitenwereld. Nou, het is natuurlijk nogal wat als je net gestart bent als sociaal ondernemer, als sociaal horecabedrijf, om dan binnen zo'n korte termijn al te herpositioneren. Maar ik vond het heel erg nodig om deze zaak tot volle wasdom te laten brengen, om dat dus wel te doen. Dus het heeft wel even wat overtuigingskracht gekost. En we hebben er ook goed over nagedacht. We hebben ook duidelijk gepraat over met een aantal mensen. Wie zijn wij, wat doen we en hoe frame je dat op een goede manier. Want het gaat om mensen. Het gaat om mensen die een uitdaging hebben. Daar wil je niet mee koketteren. Dat wil je op een goede manier en een zorgvuldige manier wil je dat doen. Dus ook nadenken over hoe breng je dat verhaal. Kost ook veel tijd en zorgvuldigheid. De Villa is naast een horecabedrijf ook een opleidingsinstituut voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het houdt in dat mensen met verschillende achtergronden hier komen om een stapje in hun ontwikkeling te maken. En het kan zijn dat iemand werknemerskills wil of dient te leren. Maar het kan ook zijn dat je een vak wil leren en dat je daar uiteindelijk in wil uitblinken en doorstromen naar een betaalde baan. En dat gaat door elkaar heen hier. Ik denk dat het een mooie nieuwe start is en ook een mooie kans is om duidelijk ons verhaal te brengen. Want nog steeds zijn mensen verrast als ik dit verhaal vertel. Van, oh, doen jullie dat? Oh, wat bijzonder. Ik heb het eigenlijk niet gemerkt. En ik vind dat enerzijds ook een compliment, want dat betekent dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit. Want dat hebben we heel hoog in het vaandel staan. Dus het niet ontdekken of merken dat er ook mensen zijn die in een traject zitten of in een opleiding is goed nieuws, vind ik. Aan de andere kant vind ik het concept ook wel dermate sterk dat het wel ook gezegd mag worden. Dus ik ben er zeker heel erg trots op, ja.